Een groep hackers die zich uitgeeft als de internationale hackersgroep Anonymous heeft sinds gisteren een aantal websites van Surinaamse organisaties lamgelegd. Het gaat om de websites gov.sr, DSB Bank, SMS 597 en de website van de Nationale Democratische Partij, NDP. Verder vraagt de groep $10.000 van de regering om de aanvallen te stoppen. Indien dit niet gebeurt, zal het bedrag elke dag worden verhoogd. De groep stelt dat de regering corrupt is en dat de aanvallen daarom worden gedaan. ICT-deskundige Theo Boomsma geeft aan dat, hoewel de aanvallen niet ernstig zijn, het wel voor wat ongemak zorgt. De aanvallen die gepleegd zijn, zijn geen ernstige aanvallen. Je moet het meer zien als dat in één keer de hele Louise school bij Dojo naar binnen loopt. Dan kan Dojo niet meer functioneren. En dat is in feite wat ze gedaan hebben. Ze hebben met een heleboel computers tegelijk simultaan de website van e-government bezocht. En zo brengen ze eigenlijk de website in een ontoegankelijke staat voor de werkelijke bezoekers. Oké, wat zouden bedrijven kunnen doen om zich te beschermen hiertegen? E-government heeft het al gedaan. Je kan dus blokkeren zodra je door hebt dat er zo'n attack gaande is, zo'n aanval. Maar die attackers zijn ook wel slim, want ze schuiven van adres naar adres op het internet. Het is niet vanuit één plek. En vaak zit het ook verscholen achter beveiligde locaties, dus waar je anonieme zaken kan doen als computerhacker. Aldus ICT-deskundige Theo Boomsma, een groep hackers die zich uitgeeft als de internationale hackersgroep Anonymous, heeft sinds gisteren een aantal websites van Surinaamse organisaties lamgelegd. Het gaat om de websites gov.sr, DSB Bank, SMS 597 en de website van de Nationale Democratische Partij, de NDP.